Welkom bij Details, aflevering 77 van de enige echte officiële, van de enige echte... Bijna officiële. Zo goed als toch? Toch. Nederlandstalige Disney podcast. Met z'n tweetjes vandaag, Ralf en Michiel. Hey Ralf. Hi Michiel, hoe is het? Goed. Het is een beetje aan knopjes. Mijn kinderen hebben deze microfoon ontdekt om een radiootje te spelen, wat ik op zich natuurlijk heel erg toejuich. Maar... Alleen, ze moeten wel met hun verdomme vingers van die knoppen afblijven. kijken. Ah, kijk, dit is beter. We hebben echt, voordat we net met de live broadcast begonnen, zaten we echt tegen schermen te kijken. Ik hoor je niet. Ik snap het niet. Maar we zijn er. En we hebben een mooie volle uitzending vandaag, met heel veel ontwikkelingen uit eigen huis. Hè? De huishoudelijke mededelingen. Nou, ja... Jeetje mina, het was wel een week, Michiel. Potverdorie. Goed, dan komen we zo meteen. We moeten daar ook niet te veel over hebben, maar we moeten wel een aantal mensen even bedanken. En we mogen ook best trots zijn op wat we deze week hebben bereikt met Details en Daylog. Daar gaan we het over hebben. Verder is deze week behoorlijk overgewaaid. Want Irma raasde over onder andere Orlando en dus Walt Disney World. Wat zijn daar de gevolgen van geweest voor mensen daar ter plekke en in de aftermath? We kunnen wat dingen roepen over films en Parijs. Dus een kleine update over de fandays waar we vorige week zo uitgebreid over hebben gehad. En we moeten natuurlijk zeker stilstaan bij het overlijden van de Disney legend, de legendarische Imagineer X, oftewel Xavier Atencio. Op, wat was het, 98-jarige leeftijd? 98 jaar. Zo. En voordat we echt gaan beginnen met het bespreken van al deze Disney-nieuwtjes in deze podcast, allereerst bedankt voor het intunen bij de livestream, want elke week nemen we dit live op met meekijken via d-log.nl. En in de YouTube-chat zie ik onder andere Marloes, Benny, Chris, Shawnee, Robert, Alexander, Jelle, Jochen, Sander, Kevin, en Tuinhex 1. Vlak Tuinhex 1 niet uit. Oké. Michiel, ik zit even met een iets andere setup. Met een camera op een ander moment. Dus het is een beetje wisselend voor mij. Wat zeg je? Het is wel goed dat je niet zo'n onderkin hebt, inderdaad. Dat beschouw ik als een compliment. Ja, dat is een goed ding. En er waren ook, die had ik natuurlijk erbij kunnen pakken gelijk in het begin. En dat doe ik ook bij deze, maar ik moet er even inscrollen. Mooie nieuwe woorden geroepen in de iTunes podcast app, waar we vorige week zo, belullen wil ik ook niet zeggen. Maar vriendelijk om hebben verzocht, want elke keer als jij iets achterlaat in de iTunes podcast app, of het nou puur een sterrenrecensie of echt een commentaar, hè, dus het dus tekst achterlaat, dan stijgen wij in de vindbaarheid van iTunes en daarmee kunnen dus meer mensen kennis maken met Details. En ik zie sinds vorige week... Ja, iets van 4 of 5 of zo erbij, hè? Ik zie er sowieso 3 staan. Van Jojo 123, ga mee in een heerlijke Disney journey met de 3 leukste Disney fans van Nederland. Dankjewel voor je comment. Elke week een feestje is het subject. Jasper _ L, die heeft onder de subject Zo hoort een podcast te zijn... De volgende comment achtergelaten. Elke week weer genieten van al het Disney nieuws. Ik ben niet de grootste Disney geek, maar hoe Michiel, Jorne en Ralf al het nieuws brengen is zeer aanstekelijk. Ook al kijk je niet live mee, je krijgt bij alles een beeld door hoe het omschreven wordt. Like! De laatste is van Chris Hoessen. Absolute aanrader. Al bijna 1,5 jaar ben ik besmet met het Details virus. Ik was al een groot Disney liefhebber. Niet zo nerd als Michiel, Jorne en Ralf. Door hun website en met name met deze podcast ben ik een nog grotere fan en misschien ook wel een nerd. Elke week geniet ik weer van deze podcast en of hun live opnames op YouTube. Een hele dikke duim omhoog en die krijg je dan ook bij deze terug. Dank voor deze fijne woorden. Absoluut. Zullen we eigenlijk beginnen, want het was eigenlijk toch wel triest nieuws over Irma, de grote hurricane die eigenlijk heel Florida zo'n beetje geteisterd heeft. Daarvoor natuurlijk behoorlijk had huis gehouden op onder andere op Sint Maarten met wel heel veel verwoesting en verdriet achterlatend. Het voelt bijna raar zelfs, merk ik zelf. Maar goed, we moeten het over hebben, want dit is waar we het over hebben in Details. Ja. We hebben het over de Disneyparken, maar weten dat er deze week zelfs een speciale actiedag is op de Nederlandse radio en tv voor vooral de slachtoffers van Sint Maarten, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat wij het nu gaan hebben over, er is een Mickey Mouse bord omgewaaid in Orlando. Ja, tuurlijk, daar moeten we het even over hebben. Maar de verschrikkingen zijn natuurlijk veel, veel groter en veel heftiger dan dat. Sterker nog,
denk dat dat goed is. Kijk, we kunnen het ook wel hebben over het operationele probleem natuurlijk waar Disney mee te maken heeft. Want ze moeten duizenden gasten huisvesten. Er komt op een gegeven moment zo'n orkaan over. Wat ga je doen? Je moet 4 parken gaan sluiten. Sterker nog, met 2 waterparken er ook nog bij. Maar je moet vervolgens ook al je gasten in veiligheid gaan brengen. Het zal natuurlijk een aantal dagen om dat voor te bereiden. Maar het is een behoorlijke operatie geweest. En dat is wel iets... wat impact heeft. En niet alleen Disney. SeaWorld had dat probleem ook. Universal had dat probleem ook. Legoland had dat probleem. Kortom, alle attracties, maar alle hotels. Alle... Ja, het is een toeristenbestemming, Florida. Dus waar laat je al die mensen? Als je de enorme files hebt gezien die bijvoorbeeld vanuit Miami en vanuit Naples naar het noorden toe trokken eigenlijk. Mensen zonder benzine. Het was eigenlijk van... Ja, Amerika, het land waar alles kan. Leek het opeens van, oh ja, een grote exodus uit het noodgebied. En als je dan vervolgens ziet hoe Miami onder water loopt, hoe Naples, hoe Key West om hun oren krijgen, dan denk ik dat Centraal Florida er nog redelijk genadig afgekomen. Maar goed, zelfs daar, als je de schade zeg maar ziet in de omgeving van de resorts, is het al ja, wat wij in Nederland helemaal niet kennen eigenlijk. En dat is, het is zo raar dat ik zelf daar nog 2 weken geleden gewoon was. En opeens zie je de alle plekken waar je geweest bent, waar het gewoon echt puur drama is. Ja, niet normaal, hè? Zo raar. Ik heb een aardig beeld gekregen, ik denk iedereen wel, van hoe Disney het heeft aangepakt, dankzij alle tweets van mensen ter plekke. Hey, je kunt natuurlijk heel goed volgen hoe verloopt zijn operatie. Het idee wat ik ervan heb, het beeld wat ik van heb, is dat er heel goed is geïnformeerd vanuit Walt Disney World naar alle gasten. Met papieren handouts, brieven die op de hotelkamers lagen. Een constante update op de interne tv-kanalen. En daarom werd eigenlijk al snel duidelijk dat Disney voor het 5e keer in de nu 41 jaar door het... wat zeg ik, hoe lang bestaat het? 45 jaar bestaat het? 46 jaar bestaat het resort. Voor de 5e keer dicht moest in Orlando. Ja. En dan hebben we het dus over alle 4 de themaparken en de 2 waterparken voor 2 volle dagen. De zondag en de maandag bleven ze volledig gesloten voor publiek. En zeker in het begin van die periode, toen Irma echt dwars over Orlando heen raasde, moest iedereen ook binnen blijven. Dus niet alleen de inwoners van Florida, maar dus ook alle hotelgasten mochten hun hotel niet uit. Nee. En hoe pak je dat aan? En ik denk, voor zover je dat kunt doen, dat ze dat heel goed hebben gedaan. Ja, met name het entertainment wat ze zeg maar hadden opgezet in de... In de centrale hallen of recepties of nou, waar de grote ontvangstruimte zeg maar in de hotels. Waar characters rondliepen, waar spelletjes werden uitgedeeld. Waar speurtochten door het hotel werden gevoerd. Daar kon je dan af en toe kleine filmpjes of foto's van zien online. Ja, ik vond het echt fantastisch. Opeens de grote beren uit de Country Bear Jamboree die met kinderen een spelletje aan het doen waren. Dat is, ja... binnen zo'n rare situatie denk ik wel een vrij magische ervaring. Klinkt een beetje vreemd als ik het zeg, maar ik denk dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. We hebben beelden kunnen zien van characters die in de arcadehallen van een hotel meededen met van die race motoren en zo. Dat zijn beelden die je normaal gesproken heb niet zo lang één op één tijd met een character. En er werden ook, zag ik in verschillende hotels in de resort, werden de hele dag door Disney films vertoond in de bioscopen. Dus er werd echt alles aan gedaan om mensen te entertainen. Er waren ook genoeg betaalbare lunchpakketten overal neergezet. Disney probeerde er duidelijk geen slaatje uit te slaan. Terwijl je kunt voorstellen, wat moet dit wel niet kosten? Want je hoeft niet de attracties draaiende te houden. Maar mensen geven dus ook geen geld uit in de parken. Dus dit is denk ik een extreem duur weekend geweest voor alle voor de hele pretparkindustrie in Orlando. Ik heb daar niks officieels van gezien. Chris zegt op de chat dat dit... ik wil zeggen geintje, maar het is een totaal verkeerde term in deze wetenschap. Ja. Maar dat deze gebeurtenis Disney $100 miljoen heeft gekost. Ik heb geen idee waarop het gebaseerd is. Misschien heb jij meer informatie, maar het kan maar zo. Hè? Je moet medewerker bij wijze van spreken gewoon doorbetalen. Ja. Ik denk dat dat wel gebeurt. Je hebt gederfde inkomsten van parktoegang, van merchandise, van restaurants. En dan heb je ook nog een keer de schade waar je mee te dealen hebt. Ja, er staat hier een update verder in de YouTube-chat van Kevin. According to Jane Dis numbers, ik weet niet precies wat de Jane Dis voor bron is. This could cause Disney up to $90 million in lost revenue and wouldn't include any damages caused by the storm. Wow. Dat Kevin ook nog laat weten dat Walt Disney World op een normale dag zo'n $30 miljoen genereert. Stond op Business Insider. Dankjewel, Kevin. Ah, goed, oké. Okay. Ja.
Ja, dus echt een enorme schadepost. Nu zullen er ongetwijfeld alle andere verzekeringen voor zijn afgesloten. Maar goed, hier heb je als park wel mee te dealen. En het is natuurlijk niet alleen een praktisch probleem. Al die mensen moet je in veiligheid brengen en houden. Maar ook een communicatieprobleem. Want er zijn dus mensen die trips naar jou hebben geboekt. Hoe ga je dat opvangen? Hoe ga je mensen over die... Ja, het klinkt wat vreemd, maar toch over die teleurstelling. Want Disney World is wel een reis waar je op voorbereid en waarvoor je spaart. Het is niet eventjes een, bij wijze van spreken, een middagje op en in naar een willekeurige stadvlak in de buurt waar je lekker gaat winkelen. Het is voor veel mensen echt wel een gebeurtenis. Ja. Nou, dat moet je opvangen. Je moet en voor veiligheid zorgen en je moet zorgen dat je toch als bedrijf een goed signaal afgeeft. Puur PR, laat ik daar maar even op houden. Ja. En wij zijn er niet geweest. Wij kunnen eigenlijk alleen maar oordelen aan de hand van de verhalen die we hebben gelezen, de foto's die we hebben gezien, de filmpjes die online zijn gezet. Het lijkt mij dat Disney daar redelijk goed in is geslaagd. En wat ik frappant vond is dat, even kijken hoor, het was maandag in de loop van de dag was de storm volgens mij voor het grootste gedeelte voorbij. Ja, dat komt weer op straat. Ja. Precies. En toen zag je ook dat hotelgasten de kans met misschien helpen met het schoonmaken van de zwembaden, van de paden vrijmaken. En dan betaal je dus echt serieus geld om daar on property te zitten. En dan ga je gewoon helpen om het resort op te ruimen. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, Michiel, maar als je het boek Disney War over Michael Eisner hebt gelezen, dat hij op zijn eerste dag, de introductie in Walt Disney World, dat hij op een gegeven moment hij ervaart het als een soort test, dat hij alle papiertjes op moet rapen uit het park. Ik heb zelfs ook zoiets, en het klinkt misschien heel overdreven, maar op het moment dat ik het park loop en zie dat het ergens rotzooi is, dan ben ik ook geneigd om dat op te ruimen. Omdat je zoveel van dat park houdt, dat je het ook netjes wil houden. Maar het is wel een verschil tussen een propje of een boom. Nee, dat is waar. Maar het is wel het soort gevoel van, ik weet niet of het trots is, maar je vindt het fijn en mooi om daar te zijn. En dus wil je ook dat het voor iedereen leuk, fijn en mooi blijft. Ja, maar ik denk wel dat wij als liefhebber eerder zo geneigd zullen zijn. Die impuls die jij omschrijft, die herken ik. Als je dan nu ook als bezoeker loopt en je ziet een beker liggen of een ander veldje, dat je dat eerder op zou ruimen dan de gemiddelde bezoeker. Want hey, die is kennelijk ook het gewoon neer te gooien. Ja, is ook zo. Maar al met al ben ik wel vooral ook heel blij in de aftermath dat er geen slachtoffers lijken gevallen te zijn in de theme parks. En dat de schade ook miniem is. Afgebroken bomen. Maar er is niet, het kasteel van Cinderella is niet naar de tering bijvoorbeeld. Dus het is, ja. Ja, nee, is zo. Ja. Ik las nog een apart artikel over dat vooral Pandora, dus de Land of Avatar, dat nog wel spannend was. Dat was natuurlijk dat zijn behoorlijk grote constructies. En een nieuwe constructie, hè? Ja, ik dus bedoel, dat was echt wel een belangrijke test. En gelukkig is het dus allemaal goed gegaan. Walt Disney World News Today kwam wel met een artikel. De parken zijn dus dinsdag weer open gegaan. Een aantal rides was op dat moment nog dicht. Het ging over de Railroad, de Jungle Cruise in Magic Kingdom dan, Big Thunder Mountain, Tom Sawyer Island, Liberty Square Riverboat. Dus eigenlijk alle, noem het maar even, buitenattracties waar de natuur zeg maar een belangrijke rol in heeft. Die hebben natuurlijk te maken gehad met omgewaaide bomen, afgebroken takken, waarschijnlijk hekjes. Nou, het is wel logisch dat dat nog even gesloten bleef. Big Thunder Mountain opende trouwens ietsje later die dag. En in Animal Kingdom waren dat de Kilimanjaro Safaris, Kali River Rapids, die twee trails en tracks die je hebt, weet je wel, ja. die wandelpaden. En ook die Rafiki Planet Watch, waarvan ik nog steeds heel benieuwd ben of ze dat gaan doorzetten om naar Zootropolis, wat is nou de Engelse titel? Zootropolis is de Engelse titel. We hebben Zootopia. Meen ik. Ja, nou goed. In ieder geval, ik ben heel benieuwd of ze dat in ieder geval gaan doorzetten. Maar dat waren de attracties die bijvoorbeeld nog gesloten waren. Nou, ik weet niet, in Hollywood Studios, ik weet niet of daar überhaupt nog meer dicht kon. Nee, niet echt. Er was eigenlijk alles als een beetje dicht wat er dicht kon. Dus over Epcot heb ik niet zo heel veel gelezen. Nee, ik ook niet. Maar ja, wat ik zeg, volgens mij valt het allemaal heel erg mee. Maar de waterparken blijven nog dicht, hè? Tot nader bericht. Ja, weten we wat dat de reden van is? Ja, ik denk dat Typhoon Lagoon doet eindelijk zijn naam eer aan. Nou ja, eigenlijk, het klinkt natuurlijk heel gek. Maar het gekke is, dat is wel het verhaal van het hele park. Ja, nee, klopt. En opeens heb je zich maar daar echt te maken met afgelopen Live imitate feeling.
Ja, precies. Nee, dus ik denk dat ze daar ook, omdat je met grote waterpartijen hebt te maken hebt, waar waarschijnlijk heel veel vuil in terecht is gekomen, dat dat goed schoongemaakt moet worden. En Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is wel zwemwater. Dat is, ja, dat dat denk is, ik wel. ja, dat klinkt heel plausibel. En wat Jan-Willem Ja. zegt, en dat vooral de safari in Animal Kingdom heeft nog behoorlijk wat klappen opgelopen met heel veel omgevallen bomen en zo. Dat zag ik ook nog wel ergens bij gelopen. Ja, dat was ook volgens mij in het leeuw- of tijgerverblijf, dat was zeg maar een boom over de gracht heen gevallen. Ja, dat geeft dan toch een vervelende scène als jij in je jeep daar voorbij komt en je hebt opeens een buurman die iets meer tanden en iets meer nagels heeft dan jij. Goedemiddag. Precies. Ja, dat. Ja, dat is denk ik wel de coverage rondom Irma. Ja, maar ik moet Je heel hebt eerlijk nog wel zeggen, wat anders over de over Epcot, zag ik. wat had ik nog meer over Epcot? Ja, nou, ik zag Nou, met Junction. een tweet van Mickey Extreme. Die is een tijdje letterlijk uit de lucht geweest vanwege voor mij wat familieomstandigheden, maar komt nu wel redelijk up to speed. Maar die had een foto geplaatst van een attractieaankondiging. Enerzijds van. Ik weet dus niet waar dat hing, ik kon het niet zo goed achterhalen. Maar je zag artist impression van het nieuwe Frankrijk, waar Ratatouille wordt aangekondigd. Ja. Maar ook van Alice Energy Adventure, waar dus de Guardians of the Galaxy komt. En daar werd gewoon het woord e-ticket ride in genoemd. Was dat. In park aankondiging. Nou ja, dus ergens een bord. Een bord Ja, maar een naast de. omsteek ergens. Ja. Nou, een En e-ticket. ja, maar ik heb dat nog nergens gelezen. Nee. Misschien heb ik het onwijs gemist, maar te zien aan jouw reactie Dat is is dat voor voor mij ook jou ook nieuw, redelijk ja. nieuw. Ja. We weten nog steeds niet wat het wordt. Maar het feit e-ticket en nou, Disney heeft dat zelf ook al wel genoemd met de aankondiging Pandora. Hè, dat ze een i- en een d-ticket volgens mij kregen. Ja. En ze gaan dat nu zelf ook wat meer gebruiken. Maar dat vond ik opvallend. Ik ook. Ja. Als we het toch hebben over Pandora, nog eventjes heel kort. Wat ik zelf wel een erg interessant artikel was, dat las ik op travelandleisure.com. Ja. Robert Iger had wat dingen geroepen over The World of Avatar. Moet je niet meer doen. Oef. In de artikel wordt een tweet aangehaald van van Brooks Barnes. Barnes is een reporter voor de New York Times. Ja. En die haalt een quote aan van Bob Iger, waarin hij publiek hint naar meer Avatar Ja. lands in andere landen. Based on Avatar Land success in Florida, Disney may build Avatar lands at other parks. Cameron will eventually get a movie out. En dat is de quote van Iger. Was er nog meer daarover gezegd? Even de precieze quote. Maar zal het niet heel erg afhankelijk zijn van het succes van eventueel vervolg? Want dit werd natuurlijk al met redelijk veel scepties gevolgd. Hè? Van, ja, op basis van Avatar en er moeten nog films uitkomen. Hoe kan dat nou? En wat Disney dus ook wel sterk heeft gedaan, is dat ze eigenlijk het verhaal hebben gepositioneerd na afloop van alle films die nog moeten gaan komen. Dus het is Ja. niet zozeer een verwijzing naar een inmiddels, nou, hoe oud is die film? 5, 6, 7, 8 jaar? Geen Zoiets, idee. ja. Dus dat doen ze op zich redelijk sterk. Maar ik denk wel dat voordat ze weer zo'n enorme investering doen. Nou ja, Disney is natuurlijk wel met alle IP's die ze zo nu aan het koesteren en uitrollen zijn, constant maar, is het ook wel een bedrijf waarbij je ervan uit kunt gaan dat ze, als het even kan, wel graag R&D willen spreiden over meerdere locaties. Ja. En dit was wel al een heel lang geleden aangekondigd land, misschien nog voordat we echt full-on in Star Wars Land-mode zaten. Maar het is wel een gigantisch succes. De wachtrijen die blijven gigantisch. De merchandise, de Banshees zijn niet aan te slepen. Dat jij er eentje hebt kunnen kopen is kennelijk echt een uitzondering. Dus het Ja. werkt gewoon wel. En je hebt ook de tweede podcast inmiddels beluisterd van Jelle van Ochtend in Pretparkland. Over zijn ervaringen Oh, in Orlando. fantastisch. Die zegt ook Ja, van ja. het is echt out of this world. Het is zo ontzettend goed. Ik heb ook, en Erwin Taat zegt daarin ook nog een keer, ik heb niks met Avatar. Maar och, 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 wat is dit goed. Ja, En we goed, hebben hè? al een keer ergens zo'n gerucht gelezen, maar dat weet je, iedereen kan het roepen, dat het wellicht ook bijvoorbeeld naar Parijs zou komen. Kijk, Ja. ik zie absoluut geen enkele ruimte voor in Anaheim. Nee, dat lijkt me ook Nee. niet Nou, wat hebben ze houdbaar. dan nog verder in hun eigen pocket? Hongkong al iets minder, en er zijn al heel veel expansions Aankomen, ja, aangekondigd. precies. Dan zou je nog Shanghai kunnen krijgen. Klinkt denk ik aannemelijk, want die zitten heel erg op de huidige IP's. En als Avatar nog gaat uitbreiden met nog 4, 5, 6 films, dan is dat ook zeker een kandidaat. Maar Ja, dan denk ik had ik ook. eigenlijk wel gehad op Parijs Nou, na. er is nog een park hier in de buurt, inderdaad.
Exact. Met genoeg ruimte. Laura zegt, Parijs heeft in mijn mening geen setting voor Pandora. Ja, Laura, ik ben het niet met je eens. Want als je kijkt naar wat voor een gigantische expansie er ligt achter het huidige Hollywood Studios Park, daar kun je nog werelden bouwen te over. En natuurlijk past het meer in het lusjes groen van Animal Kingdom. Aan de andere kant, je kunt van ons Studios Park, zou je makkelijk een park kunnen maken waarin als door portals van de ene naar de andere filmwereld gaat. Of het nu Parijs is, of Galaxy's Edge, blijven hopen, of Avatarland. Dus... Maar ze moeten dan wel echt een flinke retheming en een flink ander concept op de studio's loslaten. Wil dat mogelijk zijn? Want in Anaheim past het eigenlijk, hoe futuristisch het ook bijna klinkt eigenlijk, past het uitstekend. Ja, maar niet qua ruimte. Dat zie ik echt niet gebeuren, hoe ze dat daar nog bij kunnen. Oh, ik zei Anaheim. Nee, pardon. Ik bedoel in Animal Kingdom, pardon. Oh, sorry. Ja, past heel goed, maar in de studio's zal het wel een vreemde eend in de bijt worden als je het op die manier zo groen aanpakt. Daarentegen, gek misschien, maar in Adventureland zou je wel een mooie setting voor hebben. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, absoluut. Je moet even de tijd volpraten, want we hebben het over de Banshee. En ik heb de Banshee nu natuurlijk bij, maar moeten we even pakken. Ja, maar wel ook in audio. Maakt ding ook geluid eigenlijk? Ja, daarom. Maar okay, niet verklappen nog. Ja, dan ga ik ons even wat roepen over de halve marathon van Disney. Dat is over inmiddels, ach jezus jongens, nog maar 1,5 week. En dan is het tweede Run Disney weekend gaande. Ja, helaas nogmaals, tot onze grote spijt zijn we geen van drie aanwezig bij het Run Disney event. Daar baal ik echt steeds meer van. Maar het kwam gewoon niet uit. Ik baalde er nog meer van toen van de week de route van de halve marathon bekend werd gemaakt. En die is toch wel danig anders in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar begon deze, laten we zeggen, op de hub van naast... Five Guys, hè. Als je daar richting het Disneyland Park kijkt, ging je gelijk via Backstage Studios Park in, toen het Disneyland Park door en van daar uiteindelijk helemaal de backstage gebieden door en de omringende dorpjes om vervolgens, laten we zeggen, in de buurt van de oude Cirque du Soleil tent uit te komen. Dus je finishte, je had nog wel een stuk rond door de hotels, door de resorts, om Lake Disney heen en door Disney Village. Dus je was nog wel in publieke gebieden. Maar de finish was niet in het publiek gebied. Dit jaar is de finish. En dat zal logistiek echt wel een nachtmerrie zijn voor mensen die op die dag het park bezoeken. Want ja, om 00:30 komen er nog mensen binnen. De finish is in het Studios Park. Dus dat, ja. Maar het is wel vet. Dat is voor de deelnemers dat super tof. Super echt, tof. Echt heel erg vet. Dat je gewoon finished in het park. Ja. Ik verwacht ook absoluut van een aantal luisteraars. En ik denk dat Shawnee de eerste moet zijn. Want die is nu al, denk ik, 23 weken aan het hypen. Dat zij al die runs gaat doen. Die moet ons gewoon op de hoogte houden van hoe dat daar gaat. Toch kan niet anders. Is wel zo. Hey, ik heb, dat is nu even, ik zat ook proberen te omschrijven, maar ik zat ook even op de YouTube laten zien wat je dus krijgt als je een Banshee koopt. Dan krijg je dus deze doos. Een doos. Zie je dat? Met Banshee erop. Je ziet ook Ace erop staan. Ace als in Alpha Centauri Expeditions. Dat is zeg maar de maatschappij die de expedities naar Pandora verzorgt. Nou, dan maak je dat open. Die echt natuurlijk allemaal verzonnen, hè? Allemaal verzonnen. Het is theming, het is imagineering. Ten top. En let op, Michiel, kijk wat eruit komt. Ik zeg wij, maar dat is natuurlijk mijn zoon. Die heeft gekozen voor een rood-blauwe variant. Zo. Ja. Dat zei. Zo, doos weg. Heerlijk dat geluid allemaal. Ik hou hem even voor de camera. Zie je hem? Zo, ja. Dat. Ja, heel leuk voor de mensen die alleen maar luisteren. Ongeveer? Even moet ook omschrijven natuurlijk voor de banana for scale. Het is bevroren banaan for scale. Ja, precies. Het is denk ik kop tot staart zo'n 45 centimeter ongeveer. Kan je baas. En die zet je dan op je schouder nadat je een bepaald onderdeel onder je ding hebt gedaan. Kijk of het zo werkt. Oh, wacht, hij moet wel even aan. Even kijken hoor. Oh, ik ben hier niet handig mee, want het is natuurlijk ook niet voor mij. Ik zie jou niet elke dag een rubberen draakje in de weer af. Het is voor mij ook een heel erg intense ervaring. Waar ik zo ineens ben geconfronteerd, ongevraagd. Ho, maar kijk. Luister naar de geluiden. Oh, hij beweegt zijn kopje ook echt. Het is eigenlijk een takeaway animatronic. Ja.
Dit zijn allemaal geluiden. Dus wat het is, het is een soort pneumatisch. Open. Is het iets wat jij doet omdat je ergens in drukt? Of doet hij dat uit zichzelf? Ja, nee, ik ga het laten zien. Zo, ik zet het nu op mijn schouder. Ik hoop dat hij blijft zitten. Moet ik zo zitten? Je hebt er dus een soort bediening, zo'n dingetje bij. Dat is een soort pneumatisch. Niet een soort, het is een pneumatisch systeem. Rustig maar. Rustig maar. Hij zit echt nu te praten. En met een aantal knopjes kan hij en zijn vleugels bewegen. Zie je dat? Ja, 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 ja. Oh, wat leuk. En hij beweegt zijn kop heen en weer. En hij kan dus een bek openen. Geef je kopjes. Even kijken, als ik het lief vraag. Ja. Oh. Nou, maar het is wel vet. Het is, wel, het is mooi speelgoed. En het is bewegen aan alle kanten en goed. En... Maar het is er echt voor gemaakt om als een soort van als een piraat met een papegaai op je schouder te zitten en te bewegen. Dat is het. Ja, dat is het. Dat ik een beetje in mijn beeld heb. En ja. dit is dus het nummer 1 merchandise item in Pandora, The Land of Avatar. Ja. En Kelly, de sleep om jou is toch gelukt voor mensen die het even gemist. Wat betaal je hier nou voor? Ach, een luttele $65 volgens mij. Er komt nog een beetje tax bij. Nou, dus ik denk, in vergelijking met een iPhone 10, waar hebben we het over? Hè? Daar gaat nergens over. Nee, ja, kijk, het is veel geld. Zeg nog, mijn zoon heeft hem zelf betaald. Hij heeft voor gespaard. En die zag dat ding daar. En dan word je, en dat bleek ook in de ochtend in Pretparkland... podcast, die had het over de magic wands in Potter, Harry Potter. Hoe sterk je in je schoenen moet staan om zeg maar, de lokroep van zo'n soort merchandise artikel te kunnen weerstaan. Want wat gebeurt er? We stonden in de rij. Je wordt door een castmember binnen een soort hekje of een meandering gehaald. En daar staan al die draken zitten op een soort van takken. En dan ga je eigenlijk jouw draak adopteren. Jouw banshee ga je adopteren. Ja, oké. Dus er is al een ervaring met dit item in het land zelf. Dat is het goede van die toverstafjes. Koop één. Ja, thuis is niet meer dan een stuk plastic. Maar ter plekke in het land doet het ook echt dingen voor je. Precies, precies. Dat is hier dus niet het geval. Hier, nou, dat is de ervaring zoals ik die net liet zien. Chris vraagt hoeveel dolwips je voor $65 hebt. Dat zijn er zo. Maar het kost een dolwip vijf zoveel. Oh, moet ik even nakijken. Ik moet over een paar weken natuurlijk weer in de dolwip. Ja, precies. Nou, een stuk of 12 of 13 dolwip, denk ik dat je ervoor kunt krijgen. In ieder geval, die medewerker pakt dan zo'n banshee van zo'n tak af. En die gaat leren hoe je ermee om moet gaan. Wat ik ga doen wanneer. Die gaat slapen. Nou, echt als een huisdier eigenlijk. Nou, en als je helemaal blij bent, dan heb je dus zeg maar jouw banshee configuratie. Dat eigenlijk gewoon niet meer is dan okay, twee kleuren zeg maar, die je kiest. En dan mag je hem afrekenen. En dat is dan de magische beweging met de creditcard. En dan is die van jou. Lekker hoor. Ja, het is wel leuk. Het is wel mooie merchandise. Nu als ik dat ding ook weer pak en dan hoor je dat geluid weer. Het geluid is trouwens goed. Dat is, ja, weet niet. Het blijft merchandise, het blijft allemaal speelgoed. Maar het is wel vet gedaan gewoon. Ja, mooi leuk. Toch? Ja, het is echt vet gedaan. Ja. Dus dat, eigenlijk. Nou, dan kan nog heel veel, want we hebben niet zo heel veel over Parijs deze week. Behalve dan dus, wat we zeiden, de route van de halve marathon is er. Die was gelekt, is ook weer offline gehaald inmiddels. Dus niet officieel nog. We hebben wellicht binnenkort ons eigen Avatarland. En er was ook een foto op een gegeven moment te zien. Net zoals we dat dat zal het zijn geweest, 1,5 jaar geleden. Dat we ineens, er waren opnames voor de... commercial voor de Season of the Force, waarbij dus zo'n klapper met stencils en daarop alles wat er is bevestigd te zien waren. Ja, ja. En nu was er een opname voor een commercial waarop heel duidelijk de data 1, 2 en 3 juni 2018 te zien waren. Maar ook 6 september 2017 of zo. Ja, maar dat zal dan de opnamedatum zijn geweest van die commercial, vermoed ik. Oh, logisch. Makes zoiets. Sense. Maar... Ja. Ik zou er rekening mee houden, nog maar 1 oktober, dan weten we meer. Er schijnt de avond ervoor een event te zijn voor pan-Europese fanblogs die al wat meer horen. Dus hou die internationale accounts in de gaten, want je weet maar nooit wat al iets eerder uitkomt. Precies. 1 oktober, dan is de dag waarop Disneyland officieel bekendgemaakt wat die fandays nu precies inhouden. Er worden de hele tijd weer met foto's wat er geteased in. Nou, lekkere toetjes en lekker dansen en lekker avontuur. En allemaal dingen waar we eigenlijk niet zoveel kunnen. Goed fotomateriaal allemaal. Het ziet er goed uit, pak het groot aan. Maar 1, 2 en 3 juni lijkt er gewoon echt iets groots. Dat weekend zou zomaar iets kunnen zijn dat je dat toch echt eventjes voor jezelf wil houden. Als je... Ja, en er werd ook gehint volgens mij iets met slapen in het kasteel. Zouden ze ook in Parijs iets gaan doen dat je een overnachting bijvoorbeeld kunt winnen? Ondertussen even heel wat anders. Mag ik heel veel off-topic even iets roepen? Dat was denk ik wel Parijs. Dan zei er nog iemand wat gaat roepen verder. Ik zit even te kijken via Touring Plans. We hebben nog steeds onze code, toch?
Ik weet niet of die nog geldig is. In ieder geval, Touring Plans worden natuurlijk al zakelijk gebruikt voor het plannen van vakanties in Orlando. Maar je kunt ze ook inzetten voor Anaheim. En ook bijvoorbeeld City Trips trouwens, ook nog. Ja. Dus ook, En ik ben natuurlijk binnenkort ook een weekje in L.A. En we hebben nu 2 dagen op het oog wanneer we naar het Disneyland Resort gaan. En 1 ervan is een dag die de crowd calendar heeft een 2 uit 10 voor Disneyland. En een 1 uit 10 voor DCA. Net vandaag is voor die dag, ze doen het echt per dag, dat je op de Disneyland site de uren kunt zien. Op die dag is het Disneyland Park van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds open. En naar Californië van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus ik kan tot 11 uur 's avonds in een park met druktecijfer 2 lopen. Michiel, de verbinding wordt heel slecht nu. Nou, dat zeg je altijd als je even niet kan handelen. Ralf, ik trap er niet meer in. Kijk het maar. Het is super vet. Reken er wel op, het is nog steeds druk. Ja. Maar laten we nu, het is gewoon wel prima cijfers. En ik denk dat je daar gewoon echt onwijs plezier gaat hebben. Ik ga daar heel erg veel plezier hebben. Ik vond de Halloween commercial er goed uitzien voor Anaheim. Ja, en de eerste decoraties zijn ook op, hè? Met de Oogie Boogie Man die boven de ingang van DCA torent. Maar dus nog wel dit jaar in beide parken, hè? Ja, in beide parken. Ja, er wordt gewoon steeds meer entertainment naar DCA geloosd. Weet je, Disneyland Park zou altijd wel die grote pompoenen bijvoorbeeld houden. Alleen, er moet nu zoveel extra entertainment naar DCA, dat daar op een gegeven moment met een fatsoenlijke gevoel ook de hardticket het avondevent heen kan. Ja, we moeten Bram ook eventjes welkom heten, want die ontdekt ons nu pas hier op YouTube. En die hey Bram, hallo. Ik denk dat hij het over ons heeft, of misschien roept iemand wel iets anders. Nou goed, het maakt niet uit. Zullen we hebben over onze interne huiselijke mededeling, want het zijn er nogal wat. Ja, nou ja, opeens was daar dit weekend ons eigen radiostation. Jij schijnt wat ervaring te hebben met radio, zo links en zo rechts. Ja, en jij stuurde mij een berichtje en Jorn ook, maar die zat toen al in het vliegtuig richting L.A. Ja. De eikel, met alle respect. Jorn is inderdaad niet bij, want die is niet alleen maar zijn California vakantie. Okay. Het is gewoon zijn vakantie nu. Hij was de hele zomer en nu is hij echt weg. Ja, lekker ook hoor, voor ons. Is ook prettig. Het is toch een soort stoorzender elke keer, als wij willen praten. Nou, het is ook zakelijk dat ik de afloop van de livestream maar 2 sporen hoef te monteren in plaats van 3. Dat is gewoon lekker. Dat is toch lekker, ja. Maar Jorn, we denken wel aan je. We hebben het wel eens gehad in details over, moeten we niet eens gewoon vanuit D-log en details een paar toffe Disney playlists gaan cureren op Spotify in Apple Music. Maar dan ging ik daar een beetje in grasduinen en denk ik, je hebt daar echt een handvol aan cd's, zal ik maar zeggen, die echt de moeite waard zijn. Los van alle soundtracks, die kun je wel vinden. Ja. Heb je vanuit de parken niet zo heel veel. Er zijn een paar van die officiële Disneyland cd's die je kunt vinden, en ook van Disneyland Parijs zelfs, maar het houdt een beetje op. Dus nu schijnt het dat wij daar wel iets van hebben, zo hier en daar op wat harde schijfjes. Wij hebben thuis natuurlijk veel meer. Maar als je zomaar een webstream aanzet, dan krijg je daar op een gegeven moment gewoon een dikke vette rekening van Buma Stemra en Brein en Sena en weet ik wat voor. Want dat mag niet zomaar. Nee. En ik liep nu tegen een service aan, radionomy.com. En die zeggen, wij regelen dat. Wij regelen al die Buma. En ik, oké. Buma in mijn zak. Ja, die blijft lekker in mijn zak inderdaad. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat op een gegeven moment het niet zo blijkt. En dan gaat de stekker er net zo hard weer uit. In de tussentijd kun je lekker luisteren naar. Ja, we moeten nog even een linkje denk ik op D-log zetten. Maar op radionomy.com/d-logradio. Dat kan makkelijker. We gaan ook deze week zeker weer een nieuwsbrief eruit sturen. Ja. Want we moeten ook wat andere linkjes daarin spammen. Komen we zo op terug. Zeker. Ik zal nog even de link, in ieder geval voor de mensen die nu meekijken, in de live chat even plakken. Niet gelijk gaan luisteren. We zitten live op YouTube, mensen. Niet zo onbeleefd. Maar radionomy.com/d-logradio. Ja. En wat je daar dus hoort, is de hele dag door een mix van filmmuziek, parkmuziek, maar we hebben er ook jingletjes in zitten en promootjes. Het is gewoon echt een rare station. Het leuke is, want we hadden dat op Twitter gegooid. Anders luister je hier eventjes naar. We kregen gelijk de eerste leuke reacties binnen. Waaronder onze vaste stem, die de prachtige aankondiging intro en uitdraaf van ons doet. Dat was gelijk enthousiast. Was achter zijn microfoon gekropen. En heeft allerlei korte jingletjes, promootjes, bumpertjes, hoe noem je het allemaal, ingesproken. Dus zo nu dan hoor je ook, dit is D-log Radio, maar dan op een goede, warme en zwoele manier. Maar dat soort, ik vind het echt heel vet. We hebben opeens een eigen radiostation. En dan draait het gewoon 24 uur per dag. Er is ook trouwens een Radionomy app die je kunt downloaden. Ja, dus een app. En dan kun je gewoon.
En Paul die vraagt, kan ik het ook via de Sonos beluisteren? Dat kan. Als je de Sonos app opent, niet de app, maar de desktop software van je Sonos, dan heb je daaronder beheren, voeg radiostation toe. En daar plak je gewoon letterlijk de M3U link in, die ik zojuist heb gegeven. En dan zit hij gewoon in jouw radiostation. Dat is wel heel technisch, maar de mensen die daar een klein beetje in zitten, die begrijpen het wel. Anders doen ik zet het allemaal in de nieuwsbrief. Het komt allemaal in de nieuwsbrief. En dan, Michiel, afgelopen maandag... Momentje, hè? Hebben wij een momentje, want toen is eindelijk naar onmetelijk lang geteased en getier van ons... is ons album verschenen op Bandcamp. Het album waarin Jorn en jij door Disneyland Parijs lopen... en de 5 themagebieden uitvoerig bespreken. Bijna 4 uur audio. Toen heb ik gezegd van... Ja, weet je, we bieden dit aan. Het kost €5. Maar als je meer wil betalen, vinden we dat ook leuk. En voor ons puur een experiment eigenlijk van... joh, is het wat, vinden we het leuk? En eigenlijk de reacties, die zijn... super vet. Want ja, hij is al best veel gedownload. Ik heb geen exacte getallen. Maar ik wil wel, en dat is misschien een beetje saai voor nu als je gewoon zit te luisteren, maar ik ga wel even de namen opnoemen van de mensen die hem al hebben gedownload. Met ook reacties erbij. Ja, want nogmaals, dit wil ik even roepen voor je dat het gaat doen. Ja. Los van het feit dat dit gewoon echt de eerste supporters zijn, dus dank daarvoor. Ja. We hebben ook groepen en meerdere malen dat we in de reguliere podcast, en dat gaan we zo doen, een kortingscode gaan geven. Dus heb je de audio toe nog niet, vergeef je zo'n kortingscode. Wij gaan ervan uit dat mensen die hem al hebben gekocht, dat ook hebben gehoord in onze podcast, en dus toch, ondanks dat, hem al hebben aangeschaft. Sterker nog, vaak met meer dan de $5, of de €5 die we vragen voor het album. Je kunt gewoon €5 betalen, top te gek, dan is het product van jou, maar je kunt ook als je wil meer betalen. En dat hebben zoveel mensen gedaan met toffe reacties bij van jongens, te gek dat jullie dit doen, en ga door met het goede werk. Gaan we doen. De mensen die nu genoemd worden zijn de allereerste backers, de allereerste steuners van onze audiotour. Onze dank naar jullie is onmetelijk groot. Want we hebben het al vaker gezegd, het gaat niet om rijk worden met een podcast, maar het gaat om dat we, hiermee laten we ook gewoon zien dat wij als hardcore fan community iets voor elkaar kunnen krijgen. En dat is een te gek statement voor ons als hardcore Disney fans. Het is een te gek statement voor het nog kleine medium podcast. En het is een statement voor onszelf, maar ook naar de buitenwereld toe. Dit kan podcasting doen. Dit kan een groep hardcore fans met elkaar doen. En dit doen we met z'n allen. Nou, en het leuke is dat je nu dus ook ziet wat we nu ook op YouTube doen, maar ook de mailreacties die we krijgen, de reacties op Facebook, op Twitter. Het is niet een mega grote groep, maar je hebt inmiddels wel een beetje het idee van het wordt een soort van familie die allemaal gek is van Disney, in welke uitingsvorm dan ook. En dat ze met elkaar iets heel leuks en bijzonders aan het neerzetten zijn. En dat is gewoon heel tof om daar deel van uit te maken. En dat vind ik gewoon heel goed. Ik ga gewoon wat namen noemen. Ja. Evelien Verstraten was de allereerste, toen het nog niet eens officieel online stond. We hadden het al wel een beetje schaduw draaien, maar het was niet gereleased. Dat was de allereerste. Tessa de Jong, Rita van den Berg, Jeroen Struik, Robert van der Schaaf, Chris Hoesen, Sander Soer, Joyce van Wijk, Dimitri de Lange, Ivo Klaasens, René van der Bron, Sebastian Granade, ik hoop dat ik het goed zeg, Stijn Braas, Olaf van der Harst, Charit Derksen, Tijmen Bailey, Jeffrey van Beurden, Rob Meuren, Wouter Kato, Mark Stevens, Kurt Fijens. Ik heb in ieder geval nu 3 keer genoemd. Paul Sprangers, Johan de Wit, Naomi de Leeuw, Robin van der Horst, Nico Prevot, Kevin Wedding, Carla de Nekkere, mooi naam, Bart van Puinbroek, Ramon den Haan, Remco Heijink, Bob Kapteins, Ruben O'Prins, ben er bijna, Roy Rovers, Wouter Bloks, Roy Ulenreef en Dave Jansen. Nou, die hebben dat. En dan even wat reacties. Hoi mannen van Details. Bedankt voor alle mooie, voor alle moeite die jullie continu weer in Details en Dialog steken. Al vanaf het begin wekelijks een vaste prik hier. Bedankt daarvoor. Ik ga geweldig genieten van jullie audio tour door ons Disneyland Park. Keep up the good work. Paul die zegt bedankt man. Jullie zullen vast negatief feedback krijgen voor het betaald aanbieden, maar trek je daar niks van aan. Ik betaal graag voor wat entertainment. Olaf zegt, heren, thanks voor alle moeite die jullie erin stoppen. Delo geeft naast veel informatie ook zeker een hoge entertainmentwaarde. Ik geniet elke week van een livestream. Please gebruik een deel van de donatie voor een nieuwe webcam van Ralf. Komt eraan. zijn pixelige hoofd is niet te doen op mijn 4K tv.
Prachtig. Nou ja, misschien is de pixelige versie van mijn hoofd wel best hoor. Dus, en als allereerste zei Evelien, toen het dus nog niet officieel online stond. Dag Michiel, Jorn en Ralf. Ik geniet elke week van jullie podcast. Dus hier betaal ik met plezier een paar euro voor. Keep up the good work. En het is zo leuk. En het gaat niet om het geld. Het gaat echt niet om het geld. Ja, ik weet niet. Die reacties zijn gewoon leuk. Ja, absoluut. Top. Heel erg zo vet. Dus en als je helemaal hebt geluisterd naar de audiotour en je hebt vragen, opmerkingen, maar ook klachten, laat ze vooral horen. Hè. We zijn via onze Facebookpagina, via Twitter, via de mail. Het is heel simpel. Het is jorn@d-log.nl, ralf@d-log.nl, ralf@d-log.nl, Ralf met een F, pas op. We horen hier graag. Dus deze hele audiotour was voor ons al een experiment. Het vervolgens monteren ervan was een experiment. Het online zetten was een experiment. En als dit bevalt, doen we het met heel veel liefde graag nog een keer. Want er ligt nog een tweede park waar we nog naar heen moeten lopen, bijvoorbeeld. Dat is zeker. Dan nu, je kunt deze audiotour dus aanschaffen via Bandcamp. De meest simpele manier is, ga even naar d-log.nl of naar onze Facebookpagina. Daar staat een link naar onze audiotour. Ja. En wij willen jullie ook heel erg graag, nogmaals dank voor alle early backers, maar alle vaste luisteraars van Details, of je deze podcast nu meteen bij de live scene beluistert, in de week van verschijnen of over, weet ik veel, 3 maanden, een non-expiring kortingscode aanbieden. Als je die invoert bij het checkout proces op Bandcamp, krijg je de tour, correct me if I'm wrong, Ralph, niet voor 5, maar voor €4. Ja. Hij is wel expiring op 31 december volgens mij. Maar dat is volgens mij. Maar dan verlengen dus we ook alweer. Maakt niet uit. En er is eigenlijk maar 1 kortingscode die hierop van toepassing is. En dat is verticaal gaan. Niet even, aan ja, elkaar. Aan elkaar vast. Ja, ja, dus wil je de audiotour met een toch 20% korting aanschaffen. Dan is verticaal gaan, verticaal met een C, de juiste code op onze Bandcamp pagina. En ja, op basis van wat we in de eerste 3 dagen aan reacties en ook gewoon revenue hebben binnengehaald, durf ik te zeggen dat het heel erg bemoedigend is voor het vaker doen van dit soort extra's naast de wekelijkse podcast. En ook zeker waar heel veel wordt gevraagd om merchandise. En dat zou kunnen sterker zijn. Sterker nog, we hebben een 25% discount ingesteld, zie ik. Wow, nog meer. Is die 25%? Zo, een kwart korting. Ja, verticaal gaan, jongens, voor 25% korting. Die audio-tour. Nu moeten we stoppen met promoten. Maar ik wil echt wel benadrukken. Ik vond het al leuk om zelf te beluisteren. En dan nu zie je alle reacties. En wat ik het allerleukste vond. Hoe was het voor jou al? Want jij was heel spijtig, maar je kon er gewoon echt niet bij zijn. Van de Star Wars soirée. Ja. We waren daar, nogmaals dank aan Disneyland Parijs op uitnodiging van Disneyland, om de Star Wars soirée bij te wonen. Maar ook zeker daarbij de opening mee te maken van Hyperspace Mountain. Dat was een ontzettend toffe traktaat dat we dat mochten doen. Dat gaf ons ook die extra tijd om deze audiotour op te nemen. Want ik geloof dat het op zaterdagavond was die soirée. We zijn op vrijdagavond aangekomen, Jorn en ik. Toen hadden we al wat parktijd. Zaterdagavond was de soirée waar we bij waren. En zowel zaterdag overdag als zondag overdag hebben we die extra tijd benut om deze tour op te nemen. Dus dank aan Disneyland Parijs voor de gastvrijheid en voor het mogelijk maken om dit te kunnen doen. Om hierheen te kunnen gaan. Maar jij was er dus niet bij. Hoe was het voor jou om de audiotour te beluisteren, Ralf? Heel vet. En het was voor mij eigenlijk als gewoon het opname van een podcast waar ik niet bij was, maar ik gewoon aan het meepraten was. Heb je nog dingen gehoord die je niet wist? Ja, wel een aantal dingen. Ik wist ook een heleboel wel. Ik heb jullie ook nog op een foutje weten te betrappen, maar die heb je op tijd uitgeknipt. Oh. Nee, er waren geen deleted scenes. Nee, het was de allerlaatste zin. Volgens mij verwisselde je volgens mij Noord met Zuid of Oost met West of zo. Nee, er was niks. Dit huis. Een kniesel die daarop let. En ik vond het ontzettend leuk, maar met name ook gewoon om lekker mee te lopen door het park. En wat ik heel leuk vond, is dat je met name op Facebook zag dat heel veel mensen die ons normaal al volgen, vrienden en vriendinnen aan het taggen waren. Van, hé, moet je dit eens even kijken. Dat we opeens ook reacties krijgen van compleet nieuwe mensen. Van, wat is dit vet en wat is dit leuk. Ja, nu moeten we stoppen met de promotie die we erover hebben. Als je wil beluisteren, ga naar de site toe en bekijk verder. Maar het is in ieder geval leuk en we gaan meer, noem maar even, exclusieve content maken die gewoon net even wat verder gaat dan het wekelijkse gesprek over wat er zoal in de hand is in de wereld van Disney.
Misschien moeten we ook nog heel kort even hebben over. We hebben niet zo heel lang geleden, of al een poosje geleden eigenlijk, het aanbod gekregen van een luisteraar die zegt: joh, ik ontwikkel apps en zou me graag willen buigen over het ontwikkelen van een app voor details. Ja. Dat begint toch wel steeds weer in mijn hoofd. Misschien is het toch ook wel handig. Zeker nu we ook dat gekke details of D-log radio hebben. Dat ja. Je kunt luisteren, maar dat je dus ook gewoon. Dat je niet op een bepaalde podcast platform zit, maar je gewoon vanuit een app, een dedicated D-log app, plonk een push krijgt zodat er een nieuwe podcast is, zodat er een livestream er is. We hebben ook weer wat voorzichtige ideeën, Ralf en ik, om toch echt serieus eens een keer wat meer tijd te stoppen in de updates van de site, met gewoon de laatste nieuwtjes. Dat we dat toch in een app moeten gooien, Ralf. Bij deze heb ik toch maar even hardop geroepen in de podcast, dan hebben we wat meer voet tussen de deur. Oh ja, precies. Dat is een soort verplichting die we dan zelf aangaan. Ja, exact. Ja, maar heel goed. Ik vergat nog bijna, dan kunnen we echt verder. Ja. Maar er is nog wel iets van Parijs. We kregen namelijk een bericht van Joella via onze Facebookpagina. Ja. Zij is in Parijs en vertelt nee, ons... Nee, zij is nu op de weg terug naar Nederland en ze luistert op dit moment in de auto naar ons. Oh, serieus? Hoe leuk, ja. Oh, wat grappig. Ja. Nou, eyes on the road, Joella. Zij was dus in Parijs en heeft een kort verslag gestuurd met wat foto's ook erbij van het Parijse Food and Wine Festival. Wat echt een succes is trouwens, joh. En het zag er goed uit. Het ziet er goed uit met de menu-middelen die ze dat hebben aangepakt. Is het echt wauw. Joella schrijft: hoi Michiel, Jorn en Ralf. Ik luister inmiddels alweer bijna een jaar met heel veel plezier naar jullie. En nu kan ik eigenlijk ook zelf een klein beetje bijdragen aan de uitzending. Ik ben namelijk sinds gisteren in Parijs, dit is dinsdag verstuurd, en we zijn vandaag naar het Food and Wine Festival geweest in het Studiospark. Er zijn zo'n 10 kraampjes met een paar hapjes en een paar soorten wijn. Ze staan langs de weg die naar het plein van Ratatouille loopt en staan daardoor niet in de weg of zoiets. Het gaf juist een hele gezellige foodfestivalachtige, maar vooral hele Franse sfeer. Echt leuk. Ook waren de hapjes niet echt duur, ongeveer 3 tot 9 euro per stuk en de wijntjes waren ongeveer 4 tot 5 euro per glas. Dat vind ik voor een horeca ding in een pretpark. Je zult niet heel goed dronken kunnen zuipen, maar ik vind het ook niet tegenvallen. Nee. Mijn man heeft de sandwich raclette et jambon cru, gesmolten kaas en hap op een broodje, tosti, geprobeerd en vond hem heerlijk. Omelette du fromage. Buff asje. Hieronder wat foto's zodat jullie een idee hebben van de sfeer. Groetjes, Joella. Dankjewel, Joella, voor deze toffe update. Dat is ook wel vaker gezegd en dat sluit heel erg aan wat mij betreft bij de loftuiting die we net hadden op hoe wij als fancommunity zo'n audiotour tot leven laten komen. Dit is hoe we met z'n allen deze podcast... Kijk, Jorn, Ralf en ik zijn de hoofden die je elke week ziet, de stemmen die je elke week hoort. Maar gaandeweg is details zoveel meer een product geworden van ons allen. Dankzij een audioquiz, audio-updates, de laatste nieuwtjes, hints, tips. Jongens... Superleuk. Echt fantastisch. En Niels had ons ook nog een bericht gestuurd. Niels Timmer, die heeft, die luistert ook naar ons al vanaf dag 1. Die is zelf, zeg maar, hierdoor ook podcast virus geholpen. En hij heeft een eigen podcast die ze nu aan het opnemen over films. En dat heet de Filmfans Podcast. Is inmiddels ook nieuw en noemenswaardig bij iTunes. Dus die moest toch even shout-out geven. Iedereen, hè? Leuk, hè? Iedereen, ja. Goed gedaan. Nee, te gek. Hey, wow. Goed gedaan. Irma Gerd was een ramp, zeg maar, deze week over Florida. Ik wilde bijna de grap maken dat we deze week niet verticaal maar horizontaal gaan. Ik doe het niet. In ieder geval in de inleiding zei je het al eventjes. Het overlijden van ex Tenacio. Ja. Disney Imagineer, die veel betekend heeft voor Walt Disney, voor de films, voor de parken. En die op 98-jarige leeftijd afgelopen zondag, 10 september, dat was zondag denk ik, is overleden. Ja. En ik wilde daar toch even wat uitgebreider bij stilstaan, Michiel. Want ik weet hoe het bij jou zit, maar ik heb... Imagineers op een, toch op een soort voetstuk geplaatst, omdat ze zo goed verhalen, waar je normaal gesproken naar luistert, waar je naar kijkt, in een wereld weten te vatten waar je doorheen kunt lopen. En waar ze rekening mee moeten houden met dat jij je hoofd naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden beweegt. En het verhaal nog steeds op een goede manier kunnen vertellen. Oh, wat horen we nu? Ja, ik moet wel even de vocale versie pakken.
pillage, plunder and rifle and loot. Click off, me on is your home. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Click off, me on is your home. Ja, je geeft dan eigenlijk al een beetje weg. Daar komen we op zich zo meteen pas uit. Maar dit is belangrijke muziek bij deze Imagineer. Maar je hebt bij de nieuwe attracties die gebouwd wordt, weliswaar bij de themagebieden hoor je dat. Gaat gewoon door ook. Hoor je dat Joe Rohde verantwoordelijk is. Dus we kennen allemaal Joe Rohde wel met zijn uitgelubberde oorlellen en zijn wereldreizen die maakt op zoek naar inspiratie. Maar verder. Horen we de laatste decennia niet meer zoveel over echt individuele Imagineers. En dat vind ik jammer, want als je kijkt naar vroeger... Dat doe ik nog, hè, wij als trots ja, tuurlijk. Maar ook omdat je daar natuurlijk een band mee hebben vanuit Nederland. Ja. Maar Tony Baxter, grote naam, Mark Davis, Claude Coates, al die grote namen, zeg maar, die verbinden we aan de Disney-klassieke attracties, aan Big Thunder Mountain, aan Haunted Mansion, aan Pirates, noem het allemaal maar op. En dat is tegenwoordig minder, want Disney is een grote bedrijf geworden waar volledige teams aan werken. En ook steeds meer steeds minder in huis. Dat is zo jammer. Hè? Dat Imagineering wordt steeds vaker uitbesteed. En dat is wel, denk ik, ook een heel belangrijke reden waarom we zo weinig nieuwe iconische Imagineers erbij hebben. Ja, en ook de Season Pass podcast, die we al meerdere malen hebben aangekeld, die hebben een 5-6-delig interviewreeks met Tony Baxter. Die zegt ook van ja, er zijn nu veel mensen die bij Disney binnenkomen, die bijvoorbeeld op Imagineering komen te werken, maar die niet goed kunnen tekenen. Ik zeg maar even wat. En de Imagineers die wij allemaal als iconen bijna zien, zijn allemaal een soort van multitalenten. Ze konden engineeren, dus ze konden echt iets ontwerpen, weten hoe bepaalde technieken werken. Ze konden tekenen, ze konden een verhaal bedenken. Dat zeggen de overleveringen dan. Maar dat is zoveel meer. En langzamerhand ontvallen die grote namen ons allemaal. Mark Davis natuurlijk al een aantal jaren geleden. Marty Sklar, een paar weken geleden nog. Precies, een paar weken nog geleden. En het is zo jammer dat van die legends, misschien ook dat de mensen van nu die bijvoorbeeld Pandora hebben ontworpen, dat die over een aantal jaar steeds groter op het podium komen te staan. Maar vooralsnog kennen wij de naam echt die op dit moment aan Star Wars Galaxy's Edge werken? Of is het veel meer het team dat wordt geprezen? Ik ben heel benieuwd of daar nog een woordvoerder voor naar voren wordt geschoven. We hebben natuurlijk Joe Rohde die heel veel oppakt van de Guardians tot aan Pandora. Nou, op zich, wij hebben ons eigen Michel den Dulk, maar komt inderdaad voor zoiets groots als Galaxy's Edge, komt daar ook een naam voor naar voren? Dan had je het misschien al wel verwacht inmiddels. Nou, toen die grote maquette werd ontworpen, toen heeft wel één man heeft daar het woord gevoerd. Zijn naam kom ik nu natuurlijk niet meer op, dat zal je altijd zien. Nou, dat is echt ook genoeg. Precies. Ja. Maar het zijn nu veel meer team efforts, denk ik ook. Dan dat het echt één man is die... En kijk, Pirates is ook niet alleen door Mark Davis en Claude Coates gemaakt, maar... daar staat een heel team achter, waaronder dus die X-Atencio. Zullen we eventjes kort door zijn geschiedenis heen gaan? Ja, dan even leuk. Heel kort, want dat is natuurlijk ook wel de reden, denk ik, dat ze zo multi-talented waren jarenlang. X-Atencio is net als heel veel van die legendarische beginnende Imagineers, en we hebben het al eens gehad over in onze boekenspecial, maar ik pak het nog wel even bij, want ik heb het even weer nagelezen. Deze week. Walt Disney's Imagineering Legends and the Genesis of the Disney Theme Park. Heel vaak hebben we het binnen Disney natuurlijk over de 9 Old Men, de 9 legendarische animators. Ja. Deze iconische naam had je ook in de theme park afdeling. Sommige overlappen zelfs. Maar heel veel van die eerste Imagineers waren al groots op animatiegebied in de Disney studio's en zijn toen vaak ook tegen wil en dank door Walt daar afgehaald en naar WED Enterprises, de vroegere Imagineering, neergezet. Omdat Walt zag, jij kunt dit. En X-Atencio, Xavier, X is een afkorting, was daar een letterlijk voorbeeld van. Hij leefde zijn hele leven al van het maken van tekeningen, van animatiefilms. Precies. En ineens zei Walt, jij gaat een script schrijven voor een attractie die in aanbouw is. Succes! Ja, hij begon bij Disney als assistent van Wolfgang Reiterman. Dat zal ongetwijfeld een Duitse oorsprong hebben. Wolfgang Reiterman. Nee. En dat is onder andere de animator van Monstro. Grote walvis uit Pinocchio.
En hij was daar puur assistent. Dus hij moest daar wat animaties, sequenties, moest hij daarvoor voor Pinocchio maken. En toen al genoten eigenlijk, het werk wat hij deed vond hij fantastisch, maar om de reactie van het publiek te zien op het moment dat zijn film vertoond werd, dat gaf hem eigenlijk de grootste kick, laat ik het zo zeggen. Dus niet alleen het werk zelf, maar wat doet het met het publiek? En tijdens de oorlogsjaren moest hij het leger in. Kwam terug, kon eigenlijk weer op nul beginnen. En het grappige was dat hij toen onder andere gerecruiteerd werd door Ward Kimball. Alle grote animatoren hadden toen eigenlijk maar een eigen unit in de studio. En Ward Kimball, misschien kun jij daar iets meer over vertellen, Michiel, wie dat was? Ook niet zo heel veel from the top of my head, behalve dat Ward Kimball een animator was die ook bij de Nine Old Men hoorde. En net als Walt een fascinatie had voor modeltreinen. Niet alleen voor modeltreinen, maar voor treinen. Ja. Toen Walt op een gegeven moment echt een beetje klaar was met de dagelijkse gang van zaken bij de studio's, is hij met Ward naar de treinen-expo's geweest. En daar pakte hij het vuurtje nog maar aan, heeft hij samen met mensen, waaronder Ward Kimball, uiteindelijk ook zijn modelspoorbaan in zijn eigen achtertuin gebouwd. Ja. En dat was wat voor heel veel geschiedschrijvers zo klaar als een klontje is. Het eerste zaadje dat gepland werd voor deze man wil meer. Want na die treinbaan in zijn achtertuin kwam er heel snel een volledig themepark met een trein eromheen. Precies. Kimball was daar denk ik wel een heel belangrijke rol in. Ja, nou, Ex Atencio heeft dus onder hem gewerkt in de studio. Siri gaat nu, wil waarschijnlijk ook een woordje meepraten. Mijn zoekopdracht over veel de geschiedschrijving klaar zijn klaar als een klontje is het eerste zakelijke plannen voor deze Mongool om meer op de naait te zijn. Waar is afgelopen heel snel een volledig veenpark met een trein heen en wordt Kim of daar? Denk ik wel een gewone gooi heeft iets opgeleverd. Kijk maar eens. Nou, maar benieuwd wat daar is. Ja. In ieder geval, hij werkte dus voor Ward Kimball. Daarna kwam hij in dienst bij Bill Justice. En Bill Justice was ook een animator voor Walt Disney. En die heeft onder andere gewerkt aan de stop-motion elementen voor, hoe heet ze? Spoonful of Sugar? Mary Poppins. Ja. Daar heeft hij ook meegewerkt. En het grappige is, en daarom moet ik natuurlijk weer even aan jou denken, die Bill Justice, we gaan dus zeg maar van Ex Atencio pakken we een aantal animatoren en belangrijke mensen in Disney geschiedenis. Die Bill Justice, die is daarna naar Parks and Resorts gegaan, maar gewoon naar de parken. En die heeft namelijk de eerste character costumes gemaakt. En ik weet dat het een persoonlijke fascinatie van jou is. Ja. Hoe de figuren, zeg maar, zoals Mickey en Minnie, hoe die door de parken zijn geëvolueerd. Ik bedoel, we hebben niet voor niks al heel veel aandacht besteed aan de Talking Heads. Ik heb daar een heel grappige YouTube-account ook van gevonden. Disney Dan. En die heeft in zijn hele reeks dingen ook een reeks Distory. En daarin bespreekt hij telkens aan de hand van vaak foto's. Maar op een gegeven moment komen ook de bewegende beelden van character evolutions. Inderdaad, hoe zagen Mickey en Donald eruit vanaf het... En heel vaak komen het allereerst beginnen met die Ice Capades. Die schaatsshows. En werden ze gehuurd voor de opening van Disney. Om dan steeds verder uit te breiden naar waar ze nu zijn. Tot aan de Talking Heads versie. Een grappig... Ja, die Bill Justice heeft daar dus aan gewerkt. En daarna is hij vervolgens animatronics gaan programmeren. Onder andere voor Pirates, Haunted Mansion, dat soort attracties. Daarna is Ex Atencio, werd dus door Walt naar WET gehaald. Zeg maar, een bedrijf dat zeg maar even de parken moest gaan Imagineeren, vormgeven, doen. Ja, dit was, dat WET staat voor Walter Elias Disney. Dat is zijn eigen volledige naam. Omdat het iets was dat buiten de Disney Company moest gebeuren, want te veel risico en daar geloofden ze niet in. En Walt had, dan doe ik het lekker zelf, maar wel op mijn eigen bedrijf. Ja, en dat is nog een hele issue geweest. Kunnen we het later nog een keertje over hebben. Over de strijd tussen Walt en zijn broer. Over de royalties die vanuit de Disney Company, zeg maar, naar WET gingen. En hoe dat toen weer terug werd gekocht. En fantastische familie-intriges. In ieder geval, Ex Atencio ging toen dus naar WET. Om daar onder andere te werken aan het grote diorama. Waar de trein dus, zeg maar, doorheen beweegt. Samen met Claude Coats. En toen al vrij snel heeft Walt hem zelf de opdracht gegeven om maar het script te gaan schrijven voor, Michiel? The Pirates of the Caribbean. Voor Pirates of the Caribbean. Ja, de attractie was al in verre ontwikkeling. Want het zijn natuurlijk overzakelijk natuurlijk de schetsen van Mark Davis die je telkens terug ziet komen. Hè, van de piraat met zijn handen vol schatten en de hoeden op zijn hoofd die tussen bootje en wal balanceert. Al dit soort dingen zijn... het werk van andere mensen. Maar er moest een unifying script komen. Er moest een verhaallijn komen die al die losse schetsjes en al die losse elementen tot
één chronologisch verhaal zou vormen. En dat is wat Exatentio heeft gedaan. Precies, nou, dat is uit het script. Dus de verschillende scènes heeft hij eigenlijk voorzien van een verhaal. Dat ook zo de hele attractie op die manier één verhaal werd. En hij begon met een scène die onlangs nog vrij uitgebreid in het nieuws was. Namelijk de veilingscène. Daar heeft hij het verhaal voor. Hij heeft eigenlijk een van de stemmen, zeg maar, van de dronken dorpelingen. Als gevraagd wordt voor, joh, hoeveel geven we voor deze vrouw? 6 bottles of rum, dat is zijn stem. En vervolgens is hij zo, zeg maar, die attractie doorgegaan. Maar hij voelt ook de stem van het pratende skelet op de muur. Die zegt dat je op wat voor reis je gaat. Dat voelt mij ook aan het einde. Dat heet een Jolly Roger, volgens mij. Jolly, ja, precies. Dat is hij ook. Zijn stem is dat ook daadwerkelijk. Maar Michiel, jij gaf net al een klein beetje weg. Hij is dus ook verantwoordelijk voor Yo-ho, Yo-ho, A Pirate's Life for Me. En dat was de allereerste songtekst die hij ooit schreef. Hij was dus animator, daar heeft hij altijd aan gewerkt, stop motion gewerkt en opeens moest hij script gaan schrijven. En ja, hij is met het briljante Pirates script gekomen, maar dus ook het tot de velens toe zich herhalende Yo-ho, Yo-ho. Ja. Hij kreeg de opdracht van Walt en dacht, nou, breng me lekker naar de Sherman Brothers, die maken er wat moois van. Maar het was echt, hey, dit is je tekst, gaan ermee aan de slag met George Bruns, volgens mij heeft hij dat uiteindelijk gemaakt. Ik zal even bijpakken het boekje voor me, dan nog eventjes doorgenomen. Hij is ook nog te horen, nog steeds, in Disneyland. Want hij is degene die... of is het nou in het Haunted Mansion? Kom er meteen. Ja, hij is in Haunted Mansion zit hij ook. Want de veiligheidsspiel, toch, is dat? Ja. Hij heeft dus niet alleen aan Pirates gewerkt. Hij is daarna onder andere voor de Submarines aan het werk gegaan. En daarna werd een attractie die al een tijdje, zeg maar, braak lag. Of tenminste het gebouw dat er wel stond. Maar dat was geen invulling voor Haunted Mansion. Is hij ook gaan doen. Weer met hetzelfde Imagineering koppel, Mark Davis, Claude Coats. En daar heeft hij, ja, die is dus niet echt, en dat bevestigt hij zelf ook in een interview van, ik dacht een jaar of 9 ongeveer terug, van, moet ik eventjes nakijken, Michiel, jij wees mij daarop, op die podcast van de Disney Club, wat was het nou? Mouse Clubhouse Interviews. Dat is een interview te horen met hem. Er is niet echt één onderliggend verhaal bij Haunted Mansion. En ze hebben wel geprobeerd om de Raven, dus de raaf die je op verschillende plekken in de attractie ziet, om die het verhaal te laten vertellen, maar dat werkte toch niet helemaal goed. Uiteindelijk hebben ze dus gewoon scripts geschreven, ook daar voor verschillende scènes. En onder andere bijvoorbeeld het verhaal van de stretching room. Ja. Dus wat gebeurt er? Het is een rare kamer. Gaat die nou omhoog? Ga jij omlaag? Wat gebeurt er? Nou, dat is eigenlijk een beetje het werk, of dus een beetje, dat is het werk van Exatentio. En hij is dus zelf inderdaad in de attractie nog te horen in het veiligheidsspiel. Hoe noem je dat nou? De tekst die als de boel even stil wordt gelegd. Bijvoorbeeld als er een rolstoel instapt of zo. Hè? Of instapt, in wordt gewield. Ja, precies. Ja. Dan is het de tekst die... Tuk. God, ja, ik weet niet precies wat hij zegt. In ieder geval, hij is ook de stem van de... Van het skelet uit de grafkist. Let me out, let me in. Dat is hij ook. In de grafkist? In Disneyland. Ja, ja, dat is wel. Ik heb hier de Haunted Mansion album bij de hand. Maar ik kon niet zo snel... Die veiligheidsspiel kon ik niet vinden. Oké. Okay. Coffin Occupant? Ja, dat zou het zijn. Die dus, let me out here. Nou, dat is dus het geluid van Exatentio. Ja, precies. Nou, het grappige is dat er is hem ook nog gevraagd, nou, joh, wat vind je nou van al die veranderingen, bijvoorbeeld in Pirates of the Caribbean? Hij heeft Johnny Depp ook nog ontmoet. Dat was een soort van wederzijds eer eigenlijk, om elkaar te kunnen ontmoeten. Hij zegt, ja, ik heb er niet zo'n probleem mee, want het geeft gewoon de populariteit van de attractie aan en een beetje hetzelfde standpunt als Walt had van, hey, luister, het staat niet stil, het moet doorontwikkelen, het is geen museum, het moet doorgaan. Grappig is wel dat toen Pirates naar Japan werd geëxporteerd, dat dus ook de teksten vertaald moesten worden en dat werd dan eigenlijk weer gedubbel checked, zegt dat goed? Ja, dus de Engelse tekst werd opgestuurd, werd de Japanse tekst dan gemaakt en vervolgens werd dat weer terugvertaald in het Engels om te kijken of ze het goed hadden gedaan. Nou, Dead Man Tell No Tales werd toen There's no mouth on a dead man.
dat is wel grappig. Dus dat hebben ze toch weer hersteld. En dat is dus het werk van een tekstschrijver en een scriptschrijver. Dan heeft hij ook nog gewerkt voor Epcot. Voordat Gran Fiesta Tour was, was het Rio del Tiempo in het Mexico paviljoen. Daar was hij ook verantwoordelijk voor. En hij heeft ook nog gewerkt aan The World of Motion. Fun to be Free heeft hij onder andere geschreven, de song. Ja, in 1984 is hij met pensioen gegaan, maar hij bleef aan als adviseur voor de Walt Disney Company en voor Imagineering. En is dus op een mooie leeftijd, 98 jaar. Ja. Hij is dus ook Disney Legend. Dus dat is uiteraard. Voor de complete, inmiddels heb ik wel die tekst gevonden, maar wat je dus kunt horen in de hand van mensen in Disneyland in Anaheim is: playful spooks have interrupted our tour. Please remain seated in your doom buggies. Als je dat daar hoort, dan is het dus de stem van Exotencio. Ja, ja. Ik vond, maar ik denk dat jij het ook wel even mee eens bent, Michiel, want we zijn redelijke suckers voor nostalgia. dat deze man gewoon ook op deze manier wat meer aandacht verdiende. Want hij heeft gewoon wel mede voor heel veel mooie momenten in de attracties gezorgd. En voor de mystiek eigenlijk ook om dit wat grote wereldberoemde ride gezorgd. Nou, wat je al aanhaalde. Hij is zeker niet de enige geweest die Pirates in Haunted Mansion heeft gemaakt. Dat was een team effort. Met andere legendarische namen zoals een Mark Davis, zoals een Claude Coats. Maar hij is er wel heel erg groot deel verantwoordelijk voor geweest. In ieder geval voor die legendary liedjes. Yo-ho, yo-ho, A Pirate's Ride for Me en Grim Grinning Ghosts. Dat zijn klassiekers. En nog steeds zijn Pirates... Die heeft hij ook geschreven, hè, trouwens. Grim Grinning Ghosts. Ja, sorry. Ja. Nog steeds zijn Pirates en Haunted Mansion in alle parken wereldwijd klassiekers van een ongekend niveau. Ook al is het oorspronkelijke ride systeem en wat je te zien krijgt, ook al op upgrades na, uit de jaren 60. Dit zijn onverwoestbare klassiekers en geen Disney park is, Shanghai, andere Pirates en nog geen Haunted Mansion. Maar je snapt wat ik bedoel. De Disney park die ze hebben, die rides zijn er niet meer weg te denken. Echt niet. En nee. Als je zo groot... Nou goed, we werden er ook op geattendeerd door een tweet van D23, de officiële, door Disney genoemde Disney fanclub. Dus zij weten ook zeker deze man op waarde te schatten. En ik ben blij dat hij al dit mooie werk heeft nagelaten. Ik bedoel, wat dat betreft gaat hij nooit dood. Nee, het leuke is dat hij ook al een grafsteen had in de tuin van Haunted Mansion in Disneyland. In Disney World... Ook voor mij weet ik niet helemaal zeker, maar veel Imagineers hebben dus zeg maar hun eigen grafsteen. En daar staat op zijn steen, ik heb de foto nog even bijgehaald, heb ik ook even Twitter gezet gisteren volgens mij. Requiescat, dat is volgens mij, dat is Latijn, ik heb Latijn gehad, maar ik weet niet meer helemaal precies, dus ik ga me er niet aan wagen. Francis Xavier, dat was dus zijn volledige voornaam eigenlijk, no time off for good behavior, R.I.P. Oftewel, dat is gewoon zijn grafsteen. En voor Mark Davis, Here Lays Our Beloved Frank of Uncle Mark, zoiets volgens mij. Ja. En alle grote Imagineers hebben daar hun eigen grafsteen. Ja. Dat is mooi voor de fans. Legende. Twee filmgerelateerde dingen, denk ik nog eventjes voor deze aflevering van Details. De eerste staat in de draaibook, tweede, die word ik net op gewezen op Twitter door... door John van Kampen en met een mention D_log, ons Twitter-account D_log. Dankjewel voor je verhaal. Het viel me gisteren ook al op, want we nemen deze podcast voor de verandering op de woensdagavond op in plaats van de standaard dinsdagavond. Dat is niet eens per se omdat op dinsdag deze week de Apple Keynote was. Kom zo uit, maar jij was gewoon verhinderd, Ralf. Tijdens die presentatie werd ook de Apple TV 4K gelanceerd. De opvolger van de huidige Apple TV, die dus 4K en HDR en Dolby Vision aan kan. En wat ze daarbij voor elkaar hebben gekregen, Apple, is dat eigenlijk wat je... Als je nu binnen de iTunes Store een film koopt, een HD-film, dan zal de prijs van een 4K-film, een 4K, niet hoger liggen. Die zal net zoveel kosten. Sterker nog, dat vond ik echt voor Apple, ongekend. Alle HD-films die je hebt aangekocht, worden kosteloos geüpgrade naar een 4K versie. En toen kwam er een heel mooi screenshot in beeld met alle grote filmmaatschappijen die dit ondersteunen. Dus de upgrade en de relatief goedkope aanschafprijs voor een 4K film. 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount, Universal, Warner Bros., Sony Pictures en geen Walt Disney Studios.
De Walt Disney Studios blijven qua films blijven voorlopig alleen in 1080p verkrijgbaar. Dat geldt ook voor Pixar, Marvel en Lucasfilm. En dat vind ik raar als je ziet hoe tight-knitted Apple en Disney zijn. Ze zitten in elkaars board of directors. Ze hebben een heel goede band. Pixar komt van Apple vandaan. Steve Jobs zat daardoor met zoveel aandelen in de Disney Company. Bob Iger zit in de board of directors van Apple. En rare keuze, maar er zit wat frictie in. Misschien heeft het te maken toch met dat Disney zelf dat meer een eigen hand wil hebben. Hè? Met de eigen streaming platform. Ja. Waar deze week ook bekend van werd gemaakt. En dat was trouwens in dezelfde persconferentie waarin Bob Iger het zojuist al aangehaalde quoteje lanceerde over die extra Avatar lens. Dat de nieuwe streaming service van Disney dus zeker ook inclusief Lucasfilm en Marvel titels zal zijn. Dus of dat ook voor Nederland geldt, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar in Amerika zullen al die titels van de Disney, Pixar, Marvel en Lucasfilm van de reguliere Netflix verdwijnen om richting het eigen dedicated Disney streaming platform te gaan. Ja, streamingplatform dat dus gebruik gaat maken van techniek die ooit uit de Major League Baseball heeft ontstaan. Een streamingplatform voor al die sportwedstrijden. Ze hebben begin dit jaar ook een grote overname gedaan in Nederland. Een Nederlands partij hebben ze overgenomen die nu al heel veel streaming apps maakt. Dus dat is om de Europese markt zeg maar open te breken. Brekon. Ander dingetje, en daar wees ook Forum Café Mickey ons op, dat 2 uur geleden definitief bekend is geworden dat de Olympische Spelen van 24 naar Parijs gaan. Ja. Nou dat, en dat is wel belangrijk, want dat zou ook wel eens kunnen betekenen inderdaad, wat geldt ook wel betekenen voor Disney. Dat gaat zeker betekenen. We weten natuurlijk al heel lang dat de studio's in 2001, 2023, we uitpakken met een dikke e-ticket. Ja, precies. Erbij. Omdat 4 jaar later gaan de Spelen weer naar L.A. Dus Disney heeft 2 Spelen achter elkaar heel veel bezoekers. In de achtertuin. In de achtertuin. Ja, precies. En het lijkt mij niet meer dan aannemelijk dat Disney daar absoluut op ingaat gaat spelen. Dat precies. Kan niet anders. En dan waren er ook nog 2 nieuwtjes met betrekking tot Star Wars. Eerst dat episode 9 iets naar achter wordt verschoven, namelijk naar december 2019. Toch wel van die mei release af. Die vond ik al zo raar de hele tijd. Maar goed, ze hebben daar dus ook een reden voor. Want er is toch weer wat gedoe met de regisseur. Ja, er was eerst al eentje weggestuurd. Maar J.J. Abrams komt terug. En dat is de regisseur die ook verantwoordelijk is voor episode 7, Force Awakens. Of zoals ik zag op een Twitter plaatje wat voorbij vloog, J.J. Abrams over het feit dat hij ook Star Wars 9 gaat doen. Een plaatje erbij van Kylo Ren. I will finish what you started. Dat is een idee. Fantastisch. Zie je het een goed na qua stem. Ja, dank je. Ja, ik heb een sigaren gerookt en wat whisky achterover geat. Ik zit meer op het niveau van Jar Jar Binks, van dat zal ik niet meer aan doen. Je hebt een stuk lieflijker en leuk om erbij te hebben dan Jar Jar Binks eraf. Dankjewel. Oh, Michiel, echt. Hoe doe je dat? Zo, hè? In beeld, een hartje. Ja, schitterend. Ja, prachtig. Fantastisch. Volgende week moeten we even kijken, want dan ben ik de dinsdag en de woensdag verhinderd. Ja, eentje Mina. Ik ga dat niet alleen doen. Ik denk dat de luisteraars dat op zich wel het liefste willen. Nee. Maar ik vind het wel gezellig met je. Nou, we moeten sowieso zorgen dat we iets afleveren. De maandag zou ik wel kunnen. Ik ga even kijken wat er lukt. Ja, we gaan even kijken. En weet je, desnoods doen we het een keer zonder livestream, maar zoeken we wel een punt om even op te nemen. Want ik denk dat we... ik heb het gevoel dat de nieuwtjes de laatste weken echt... die blijven maar komen. Mocht onverlette toch niet lukken, dan is er altijd nog de audiotour die je kunt bestellen via... goed. Ja, en je hebt natuurlijk altijd nog Delog Radio. Zo is dat. Michiel, dank je wel voor je tijd en voor je warme persoonlijkheid, je wijze woorden en je prettige gezelschap. Nou, Ralf, niks minder voor jou. En jij, bedankt. Ik hoop ook dat we snel wat horen van Jorn. Ja, inderdaad. Die is nu nog niet in het Disneypark. Dat duurt nog wel eventjes. Hij doet meerdere plekken aan in zijn Californië-reis. Maar ik verwacht zeker dat op het moment dat hij bij Disney de park is, dat we daar wel iets van zullen gaan horen. Absoluut. Bedankt voor het meekijken naar de livestream. En sowieso bedankt voor het luisteren naar deze 77ste aflevering van Details.
Nogmaals, we zouden het erg waarderen als je een recensie achterlaat in de iTunes Store. Heb je vragen? Vuur ze op ons af via de mail. Ralf met een F, Michiel of Jorn @d-log.nl. Onze Facebookpagina via Twitter. En nou ja, postduiven, die kan me vast ook wel aan. En in de tussentijd hopen we nogmaals dat je heel erg veel plezier beleeft aan de audiotour de Disneyland Parijs. En willen we je nogmaals uit de grond van ons hart bedanken voor je steun en aanschaf ook van deze audiotour. Maar daarmee het steun voor ons details platform. We will not let you down. Dat was wel heel erg zwaar. Ja, dat was wel mooi. Ja, tot volgende week. Okay, tot volgende week. Hoi.